Zoals je ziet zijn we vandaag bij de sportcampus in het Zuiderpark. En we gaan een kijkje nemen bij de mobiliteek, waar mensen met een beperking hulpmiddelen kunnen huren. Ik ben Simone en ik ben inderdaad werkzaam bij de mobiliteek als beweegconsulent. Ik adviseer inwoners vanuit onder andere de gemeente Den Haag op het gebied van aangepast sporten en bewegen. En zo nodig dus ook met een sport- of beweeghulpmiddel. En voor welke mensen kunnen precies in aanmerking komen? Ja, mensen met een fysieke beperking, variërend van een beenamputatie tot een vermindere loopfunctie of evenwichtsproblematiek, naar bijvoorbeeld hersenletsel. Nou, al dat soort mensen kunnen eigenlijk bij ons terecht. Oké. En hoe kunnen mensen zich aanmelden? We hebben een website en dat is www.mobiliteek.nl en daar kun je ons e-mailadres vinden. En via die weg kunnen mensen zich aanmelden en dan zullen wij contact met hen opnemen om een afspraak in te plannen. En hoe gaat zo'n gesprek dan verder? Of hoe gaat zo'n aanmelding dan verder? Ja, op het moment dat ik een aanmelding heb binnengekregen via de e-mail, nodigen we mensen uit op de sportcampus in het Zuiderpark. Daar hebben we een kennismakingsgesprek met elkaar en brengen we in kaart wat zijn je wensen op het gebied van sporten, bewegen. En bekijken we eigenlijk samen van, nou, wat zijn de mogelijkheden die er zouden kunnen zijn voor jou. En op het moment dat we daar eigenlijk uit zijn, gaan we kijken naar het hulpmiddel. Is dat een optie? En gaan we dat ook daadwerkelijk proberen? Kun je iets vertellen over de verschillende hulpmiddelen die er zijn? Ja, we hebben hier bijvoorbeeld een sportrolstoel staan die gebruikt kan worden voor rolstoeltennis. Maar we hebben ook sportrolstoelen staan die zijn voor rolstoelbasketbal geschikt. En als we iets verder kijken, hebben we bijvoorbeeld ook een rolstoel staan waarbij we met eenhandig eigenlijk kunnen voortbewegen. En welke is dat? Dat is deze stoel. Ja. Zoals je ziet heb je aan de rechterkant een hoepel. Waar twee functies mee te bedienen zijn, voor het linker en het rechterwiel. Dat zorgt ervoor dat mensen dus die maar eenhandige functie hebben, zich toch kunnen voortbewegen en bijvoorbeeld met rolstoelsport mee kunnen doen. Hè. Denk aan bijvoorbeeld rolstoelbadminton. Op die manier kunnen zij zich toch verplaatsen. Ja, dit is een handbike, noemen ze dat. Je hebt verschillende soorten handbikes. Dit noemen ze een full frame handbike. En dit is geschikt voor mensen die geen zeer beperkte loopfunctie of beenfunctie hebben eigenlijk. Waardoor gewoon trappen op een fiets of een aangepaste fiets niet lukt. En met deze fiets kun je met de armen en de fiets besturen eigenlijk. Dus daarnaast hebben we ook beweeghulpmiddelen, zoals een aangepaste driewielfiets of een loopfiets. Dat zorgt meer voor dagelijks bewegen. Dus daar hebben we eigenlijk een heel groot aanbod in. En moeten mensen daar dan voor betalen? Of hoe gaat het dan verder? Nee, het adviesgesprek is geheel kosteloos. Er zit geen kosten aan verbonden voor de inwoner. Het tijdelijk proberen van een hulpmiddel kan ook vrijblijvend worden gedaan. En mocht iemand het hulpmiddel willen aanschaffen, dan wordt bekeken van, voorziet de WMO daarin vanuit de gemeente of welke richting moeten we dan kiezen. En daar kunnen eventueel wel wat kosten aan zitten, maar dat is per situatie eigenlijk verschillend. Dus daar kan ik geen uitspraak over. Nee, daar wordt dan gewoon per persoon naar gekeken. Ja, dat klopt. Eigenlijk bekijken we per persoon, waar heeft iemand recht op vanuit bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. Of de gemeente, of kunnen we crowdfunding via Uniek Sporten bijvoorbeeld opzetten om het hulpmiddel bij de persoon te krijgen. Hoe kunnen mensen jullie bereiken? We zijn bereikbaar via de e-mail. Ons e-mailadres is mobiliteekdenhaag@unieksporten.nl. Kunnen particulieren, zeg maar, mensen die gewoon thuis zitten, die kunnen zich aanmelden bij jullie? Ja, heel graag zelfs. Ja, daar zijn we voor. Dus mocht je in Den Haag wonen of in allerlei andere gemeentes die je kunt vinden op onze website, die kunnen zich vrijblijvend aanmelden bij ons en kunnen we eens in contact komen met elkaar om te horen wat we voor elkaar kunnen betekenen.